Safari Park de Beekse Bergen in Hilvarenbeek en Dierenrijk in Nuenen zetten hun dieren in de uitverkoop. Ook al zijn de dieren in de uitverkoop, ze blijven gewoon in Dierenrijk of in het safaripark. We gaan eigenlijk particulieren, maar ook bedrijven in de gelegenheid stellen om een dier te adopteren. Dus eigenlijk voor een jaartje te kopen. Nou, die blijven dan gewoon lekker in Safaripark Beekse Bergen en in Dierenrijk. Maar ja, je kunt daar als bedrijf of als particulier dan wel buitengewoon trots op zijn. Je kunt meedoen vanaf 75 euro. Dan heb je een prachtige berbaap thuis. Of eigenlijk in het park, maar een mooie foto daarvan op je schoorsteenmantel. Voor 200 euro heb je een zeehond, 150 euro een zebra. Als je het echt heel gek wil maken, dan koop je Calimero, de grootste olifant van het safaripark. Dan ben je 2000 euro kwijt. De twee parken en de stichting verwachten dat er een run op de dieren ontstaat in de decembermaand. Omdat veel bedrijven en particulieren dan extra geld uitgeven voor goede doelen. Het idee komt van de stichting Vrienden van de beide Brabantse parken. Het aankoopbedrag wordt gebruikt om hun soortgenoten elders in de wereld te ondersteunen met verschillende natuurbeschermingsprojecten. En wat krijg je daar dan voor terug? Nou, natuurlijk een hele mooie foto. En dat goede gevoel dat je een van die goede doelen steunt die wij wereldwijd via onze stichting ondersteunen. Maar daarnaast mag je ook een keertje komen kijken in het verblijf van de dieren. Dus niet van veraf, maar dan nemen de rangers of de dierverzorgers in Dierenrijk je echt heel dicht bij de dieren. En daarmee naartoe en dan een blikje achter de schermen. Naast dit initiatief is er nog een heel ander plan in het safaripark. Er zijn plannen om 700 houten vakantiehuisjes, zogenoemde lodges, te bouwen, waarin mensen tussen de dieren kunnen logeren. De wens is om daar in fases te groeien naar 700 lodges. En dan moet je echt voorstellen huisjes op houten palen, verbonden met grote bruggen. En dan word je echt wakker en dan kijk je direct naar de dieren. Met het vakantiepark dat we nu hebben, brengen we de mensen echt heel dicht bij de dieren. Word je echt wakker van brullende leeuwen. Maar dan zou je bijvoorbeeld ook al de giraffen en de zebra's kunnen zien. Die schuiven dan praktisch aan de ontbijttafel. Deze plannen van de vakantiewoningen in Afrikaanse stijl verkeren nog in een beginstadium.